Goeie beweging, nu met links. Fellaini in binnen, 1-1. Marouane Fellaini, ongelooflijk. De twee mannen van Standaard. De hijzel in brand. Of laten we zeggen koning Boudewijn. Ongelooflijk, ja. Fellaini, misschien wel de uitblinker tot nu toe in de match. Alle kopduels won hij. Nu moest hij zelfs niet echt springen. De goede beweging van Steven de Voer. Hier dolt even met zijn tegenstander. En nog eens, en dan met links. Goed gedaan hoor. En geplaatst tegen de paal binnen. 1-1. Veel kansen, maar dit is een mooie hoor. 1-1 Marouane Fellaini. Zijn derde interland, zijn eerste goal. Er was misschien meer mee te doen. Goed werk van Song. Beetje geluk dat die bal weer voor zijn voeten viel. Dembele. En dit moet er worden. Fellaini, geen buitenspel. Het is 2-0. Geen problemen meer. Daar lijkt het nu toch op. Marouane Fellaini met zijn tweede voor de nationale ploeg. Klungelen. Hazard moet hem nu maar eens helemaal gek draaien. Fellaini, mooi meegenomen. Fellaini! Wat een goal! Marouane Fellaini. Prachtig met links meegenomen. En dan vindt hij de verste hoek. Het was geklungel van Bodnar. Maar dan Hazard met de tip. Zo doen ze het ook wel eens in het zaalvoetbal. Meteen beslissen. Zoveel tijd krijg je niet. Zijn controle was misschien. Dries Mertens, Neuer en ja, binnen Marouane Fellaini. Daar is hij. Het eerreddende doelpunt. Was dat doelpunt maar gevallen in het begin van de wedstrijd. Het is een vijfde goal voor de Rode Duivels. En Neuer toch weer geklopt. Hij kan er niet meer lachen. Hij klopt zijn bewaker Per Mertensacker. Zeg maar. En ook Lombards was nog in de buurt. En Neuer komt ook tekort. Duidelijk van Dries Mertens. In Napoli noemen ze hem de blikopener. Dat is hij ook hier. Kopbal Fellaini, goal! Assist Mertens op hoekschop en 1-0. Mooi, net bij die eerste corner ging hij nog iets zeggen tegen Dries Mertens over hoe hij moest getrapt worden. De lakse start helemaal vergeten. Nee, dank aan Aurier. De rechtsachter, die Fellaini moet afstoppen. Kijk eens met hoeveel respect hij dat doet. En springen, nee, dat doe ik niet.
Onwaarschijnlijk. De kracht van Fellaini, ook de goede hoekschop van Mertens, zeker, maar ook. De Bruyne wil dat Vertonghen buitenom gaat om oplossingen te bieden. Fellaini, goal! Marouane Fellaini, assist Kevin De Bruyne, dan toch. En wat een wissel. Hij haalt zijn gram, Marouane Fellaini. De paas van Hazard, eigenlijk niet goed. De Bruyne pikt op, geen druk op de bal. Fellaini, geen buitenspel, daar komt hij. Het is een klasse goal. Het is een fantastische kopbal. Even deviëren, even verlengen. Lat binnen. Halis. Ja, dat is iets anders hoor, die Fellaini. Om die van een bal te duwen, moet je heel vroeg opstaan. Biton inderdaad bij Fellaini. Ja, dan komt ook Witzel nog mee. En dan is daar Nainggolan. Kompany met de kans. Kompany en de goal. Weer Marouane Fellaini. 0-1 voor de Rode Duivels. Een fausse van Nainggolan. En dan twee goede stoten. Wel deze natuurlijk. Iedereen loopt richting doel. Ruimte voor Nainggolan. Maar dit, nee. Randje buitenspel. En een perfecte voorzet van Kompany was het eigenlijk ook niet. Want via de knie van de keeper belandt hij op dat lange been van Fellaini. Hier Vincent Kompany. En dan uiteindelijk. Corner van Mertens. Een van de redenen waarom er voor hem gekozen werd. Kopbal Fellaini. En Vertonghen haalt die bal weer naar binnen. Hier is Nainggolan. Die heeft een goede trap. En de kans voor Fellaini. Goal! Ik hield de hele tijd de lijnrechter in het oog. De Fransen zoeken nu wat contact met die man, Ginder Ver. Maar Marouane Fellaini scoorde in Parijs. Hier is Vertonghen. Daar is Fellaini een eerste keer. En dan komt die bal van Nainggolan. Ja, tikt die weg bij Giroud. Ik denk bij Witzel, maar Giroud is er mogelijk nog aan geweest. In ieder geval vloert Fellaini Hugo Lloris. Lombards. Toby Alderweireld en de voorzet. En daar is Fellaini! 0-2! Nummer 14 van de zeer grote, grootse Marouane Fellaini. Hij lijkt onklopbaar in dit soort situaties. En nu zie je dat er ook nog heel wat Belgen tussen de Fransen. Alderweireld. Fellaini. Onhoudbaar deze keer voor Lloris. 0-2. Het zal wel zijn dat Louis van Gaal meer en meer Marouane Fellaini is gaan appreciëren. Hierover hoeft er niet gediscussieerd te worden, behalve dan bij de Fransen en hun manier van verdedigen.
Ik denk dat ze wel weten wie de gevaarlijkste in de lucht. Kevin De Bruyne achter de bal. Kompany eerste paal. Zo heeft hij er al twee gemaakt dit seizoen. De goal van, jawel, Marouane Fellaini. Daarom moet hij dus altijd spelen. In de rug van Kompany duikt hij op. En de Bosniërs, ja, dat moet toch vreselijk prikken als je het weet. Goeie corner De Bruyne. En het is Bezic. Nee, het is niet Bezic, het is Vranjes. Maar die moet zoveel centimeters toegeven. En sowieso vreemd dat bij die eerdere... Mee, die zit al, die is al terug beneden. Susek, goede timing. Borstcontrole of kopstoot, maakt niet uit. Perfect gedaan. Zijn 16e goal voor de Rode Duivels. Dat kan toch wel tellen. De Bruyne, Hazard, le centre d'Hazard, là c'est goal! Fellaini! Fellaini! Marouane, on t'adore! On t'adore, Marouane! Mais évidemment, ça devait venir de lui! Yes! Marouane Fellaini! Oubliez le travail d'Hazard, hein? Un véritable caviar hein, de la part d'Hazard, vient vers l'intérieur. Sans pied gauche, il n'y a plus qu'à mettre la tête, c'est parfait. Yes! Excusez-moi. Merci Marouane, merci Marouane, merci Marouane. Spasiba, spasiba, spasiba. 2-2.